Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Ik heb, het is Radio Standvaste Live en ik heb contact nu met de voorzitter van VES, Vereniging Economisten Suriname. Het is mij opgevallen dat iedereen het opneemt voor VES, na een brandbrief van het wetenschappelijk bureau van de NDP. Ik sprak Winston Ramotarsin en hij zegt van, ik ga niet in polemiek met politieke partijen. Waarom bent u zo rustig dan na deze aanvallen, meneer Winston Ramotarsin? Nee, we blijven rustig. We hebben een code dat wij geen personen bespreken en niet partijpolitiek bezig gaan zijn. Dat is een code die we al 47 jaar toepassen. En persoonlijke aanvallen op leden van ons of op mijn persoon, dat deert ons niet. Het gaat bij ons om het beleid, het gaat bij ons om die economische welvaart voor de bevolking. En alle zaken die daartoe bevorderlijk zijn, zullen we ondersteunen. En de negatieve zaken, die negeren wij. Die zeggen dat VES is een groep van nog geen 50 economen en andere partijen hebben meer dan 1000. En dat jullie vanuit persoonlijke titel praten in plaats van vanuit een politieke agenda. Deelt u de mening? Hoe zit het eigenlijk? Nou, ik zal niet opscheppen over de Vereniging van Economisten. We zijn een NGO, we zijn een vrijwilligersorganisatie. Dus we hebben ook de nodige zwaktes die horen bij NGO's. Dat ga ik zeker niet ontkennen. Over de aantallen leden, dat is geen geheim. Dat is publiek. Wij maken geen geheim ervan. We geven geen persoonlijke informatie vrij. Maar het aantal leden, dat is bekend. Ik gebruik het iedere keer. We hebben 160 leden. Als zij vinden dat een deel geen lid is, dan is dat hun administratie. Wij hebben een andere administratie. Maar bovendien is het ook niet relevant hoeveel leden de VES heeft. Het gaat erom, zijn de dingen, de economische standpunten, de argumentatie voor economische maatregelen, zijn die relevant of niet? Het gaat niet om wie het zegt, het gaat niet om hoeveel mensen het gezegd hebben. Het gaat niet om wie familie is van wie. Het gaat vooral om de inhoud. Daar blijven wij consistent op hameren. En men gaat ons niet pakken met persoonlijke aanvallen. Maar hoe kijkt u zelf naar de aanvallen van... Het lijkt mij een aanval van de regering. Want het is de regeringspartij, de grootste partij in Suriname op dit moment die u aanvalt. Het is toch de regering, die Surinaamse regering die u aanvalt. Hoe kijkt u zelf naar die aanvallen? Ach, maar u heeft dat verhaal, ik geloof dat het 3-4 pagina's was, u heeft het verhaal toch zelf gelezen. Het is onder elk niveau. Dus als dat het niveau is van deze regering, ja, dan is het begrijpelijk dat de economische resultaten zo slecht zijn. Ja, ik heb het gevoel alsof de hele wereld het opneemt voor VES zelf en VES blijft rustig. Is het zo dat als u geschoren wordt, dat u rustig moet blijven? Ik vind dat een mooie. Ik vind dat een mooie, ja. Nou, misschien is dat de nodige stilte voordat wij met sterkere argumenten dit beleid dat falikant verkeerd loopt en dit land in een grote economische ramp gaat brengen, weer aan de kaak te stellen. We hebben de nieuwe governor hebben we even wat tijd gegeven om in te werken en zijn beleidsmaatregelen voor te bereiden. Maar zijn witte broodsweken zijn voorbij. Mm-hmm. Hoe kijkt u naar de start van meneer Roemer, de nieuwe governor van de Centrale Bank? Hoe kijkt u als econoom op afstand of dichtbij naar zijn start? Ik ken meneer Roemer als een hele kundige man, degelijke man. Maar we hebben bij het begin al gezegd, het gaat niet om een poppetje te verwisselen. Het gaat om het beleid. Wat gaat meneer Roemer daar aan beleid maken? En hoe gaat meneer Roemer uit het loodgeslagen economie weer op spoor brengen? En ik moet eerlijk zeggen, maar we komen nog uitgebreider daarop terug. Ik moet je zeggen, ik heb nog geen enkele beleidsmaatregel gemerkt of gezien of gehoord. En de resultaten zijn ook overduidelijk. U weet wat de koers geworden is.
Weet iedereen. Ja, wat zou meneer Roemer nu moeten doen volgens u? Want u wordt verweten dat u geen advies concreet geeft, maar dingen publiceert of roept. Wat zou meneer Roemers nu concreet kunnen doen om ons te helpen met de koers van vandaag? Kijk, er zijn allerlei instrumenten die de centrale bank heeft. Het is niet één simpele maatregel en daar is het probleem van Suriname opgelost. Het is veel ingewikkelder. Bovendien, een deel van de dingen die moet gebeuren, eigenlijk de grootste uitdaging ligt bij financiën. Die ligt niet zozeer bij de governor van de centrale bank. Maar daar moet hij druk op kunnen uitoefenen. Dat zolang die bij financiën dat gat zo groot is, blijft het dweilen met de kraan open. Maar laat me zeggen wat ook de vorige governor advies van ons heeft gekregen. Want met die governor zaten we elke 3 maanden aan tafel. Ik kan niet zeggen dat hij geluisterd heeft, want ik merk het niet aan zijn daden. Integendeel heeft hij ons belazerd. Hij heeft andere dingen verteld dan wat hij deed. Maar als advies was, je moet die koersen unificeren. Je kan niet werken met 6 verschillende koersen, zoals we dat nu gewend zijn. We moeten terug naar 1 stabiele koers. Het mag desnoods een beetje hoger dan die 7,52 zijn. Maar het moet niet zo zijn dat die ene persoon het tegen 7,52 krijgt en die andere moet er 13 voor betalen. Dat is dodelijk voor een economie. Dat maakt plannen onmogelijk. Dat leidt tot, met money, dat leidt tot corruptie. Dus in normale mensentaal is het 1 koers voor iedereen. Dus geen Tjotelaal koers en centrale bank koers en cambio koers zoals het nu is. We hebben onder de vorige regering toch bijna 10 jaar lang 1 vaste koers gehad. Ja. Dat is wat je nodig hebt. En dat kan er soms tijdelijk een probleempje zijn. Als de goudprijs omlaag gaat, dat kan er even een probleem zijn. Daarvoor heb je de visa-reserves opgebouwd om te kunnen inspringen. Maar dit is een structureel probleem dat niet vandaag speelt, maar al 7 jaar. Ja, 7 jaar speelt het. En dat is te lang, vindt u? Vanaf 2013, toen de prijzen weer omlaag begonnen te gaan, hebben we dat probleem en we hebben geen enkele structurele maatregel getroffen om die economie weer in balans te brengen. We hebben met lenen en met vooruitschuiven en met de deviezen op te maken, hebben we ons staande kunnen houden. Maar we voelen die pijn elke dag. Bovendien, nu komt daarboven, komt nog een COVID-19 daarop. En we hebben geen reserves, we hebben al onze reserves opgegeten. En we hebben ons kapot geleend, dus we kunnen niet nog meer lenen. Dus we kunnen onze mensen, als dat ding hier zou mogen doorbreken, kunnen onze mensen bijna niet helpen. Nou, nu is het woord gevallen, COVID-19. Wat betekent dat voor de fragiele economie van Suriname op dit moment, meneer Ramotarsi? COVID slaat wereldwijd toe. Elk land heeft er last van. Ja, de een wat meer dan de ander. Mm-hmm. Maar ik denk dat in Europa het sterkste gevoeld wordt. Maar het waait ook over naar hier. We hebben nu nog geen echte slachtoffers. Enkel geval geloof ik. Maar nog niet echt slachtoffers. Maar we hebben wel een ontregeling van het sociale leven. En dat heeft economische gevolgen. De hele horeca ligt stil. Het transport ligt stil, het verkeer ligt stil. Dus een heleboel dingen gaan we minder verdienen. Dus we gaan het economisch voelen. Ja, ja. Minder zwaar dan de geïndustrialiseerde landen, maar we gaan het ook voelen. Dus we kunnen niet zeggen dat de economie in Suriname naar de kloot is gegaan door COVID-19. Zoals die beweerd wordt. Ja, dat is ook zo'n mooi argument hoor. Ik gebruik die mooie termen die u gebruikt, gebruik ik niet. Dat mag ik niet gebruiken. Oh, sorry. Maar het zijn gewoon Nederlands. De economie is in de soep gedraaid door het verkeerde beleid van deze regering. Uh-huh. En het is begonnen vanaf 2013. Dat zei ik u net al. Vanaf 2013 waarschuwen de economen van Suriname tegen het verkeerde beleid. En iedere keer vertelt deze regering ons dat het geweldig goed komt. Het komt wel goed. En iedere keer komt het niet goed. Iedere keer vertellen ze ons hoe goed het gaat en hoe goed de resultaten zijn, hoeveel vertrouwen er wereldwijd is voor ons. Maar iedere keer worden we armer. Mm-hmm. Iedere keer worden we armer. Dus al is de leugen nog zo snel, uiteindelijk val je door de mand. Ja, want die realiteit is daar, hè? We voelen het elke dag. Ja,
En dan bovenop komt dus inderdaad een, uit onverwachte hoek een COVID-aanlanser. En dan bleek dat onze weerstand, die hebben we gemakkelijk weggegeven. Weerstand die elk land heeft opgebouwd. De reserves die Nederland heeft, de reserves die Trinidad heeft, de reserves die Noorwegen heeft, hebben wij opgegeten. Dus reserve is een soort kasmonieris. U zegt letterlijk dat er niks is in een kassa. Die kas is leeg. We hebben nul reserves. We hebben zelfs die reserves van die burgers moeten opeten. Triest. Het is erger dan we denken. Aha. En om dit te herstellen, want natuurlijk, wij kijken altijd positief vooruit. We gaan ergens naartoe, hier gaan we blijven, hier gaan we sterven. Dus wij kijken positief vooruit van hoe gaan we dit varkentje wassen? Hoe gaan we die ombrugging brengen om die economie weer op de rails te krijgen? Ja. De SBV, de Surinaamse Bankiersvereniging, die is in onderhandeling met de Centrale Bank om wat er is veilig te stellen, ringfancy dat en ook nog een contract, hè, terugbetaling. Ik hoor dat er strubbeling is omdat de Centrale Bank clausule niet in wil of wil een vrijwaringsclausule. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dus leg mij uit wat dat is, meneer. Ja, dat horen wij dus ook. Wij zijn geen partij bij die onderhandelingen. Want als wij erbij zouden zitten, zouden wij ons wat fermer hebben opgesteld. De bankiers kiezen voor een zachte aanpak. Maar wij vinden dat zachte heel meester stinkende wonden maken. Wat gebeurd is dat de Centrale Bank in mei vorig jaar een regeling heeft gemaakt dat alle reserves van de burgers op hun rekeningen, dat de helft daarvan bij de Centrale Bank moest worden ondergebracht en heeft van de situatie misbruik gemaakt door dat geld te besteden. Mm-hmm. Nu we erachter zijn gekomen, proberen de banken dat geld van die burgers van hun rekeninghouders veilig te stellen. En dus zeggen ze, je mag er niet meer aankomen. Dat restant wat er nog is, 300 zoveel miljoen, ja, dat gaan we ringfencen. Dat gaan we beveiligen dat de Centrale Bank er niet aan kan komen. Dat is, heb ik begrepen, al gebeurd. Ik heb niks zwart op wit gezien, maar dat heeft een van de directeuren gezegd. Dat andere deel dat weg is, dat gedeelte moet terugkomen. Wat is het? Het is diefstal. Je kan niet zomaar geld van anderen wegnemen. Je moet het terugzetten. En je moet het terugzetten in vriendenvaluta. Je kan niet terugzetten in SRD. En die centrale bank kan geen Amerikaanse dollars drukken. Ze kunnen wel SRD drukken. Dus ze hebben dat geld niet. Dus hebben ze een afspraak om het geleidelijk aan, ik dacht over 3 jaar gespreid, terug te betalen. Maar ze eisen wel dat die banken dan zeggen, als wij bereid zijn jullie dat geld terug te betalen in 3 jaar, moeten jullie afzien van eventuele juridische vervolging. En dat gaat ons veel te ver. De Vereniging van Economisten is fel tegen het legaliseren van de roof die heeft plaatsgevonden bij de Centrale Bank. Dus wij zullen nooit meewerken aan het vrijwaren van diegene die met de kas van de burgers vandoor is gegaan. En dan vraag ik me af wie komt met zo'n bizar voorstel? Dus dat is het. Ik moet nog een keertje met meneer Roemer hierover praten, hoor. Want hij is dus de partner van de particuliere banken. Mm-hmm. En hij doet dan kennelijk dit voorstel. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat dit zijn voorstel is. Ik denk dat hij onder enorme politieke druk staat. Ja, want Ik sprak met meneer Franji en die zei mij dat Roemer hun kandidaat is om governor te worden voordat hij het... Dus hij zou toch meer voor de SBV moeten betekenen? Ja, maar hij is door de president benoemd en waarschijnlijk luistert hij toch meer naar de president dan naar de bankiersvereniging. Dus, en die zegt gewoon straffeloosheid, staat erover... Ik denk dat ze het proberen arm te drukken in de hoop dat de bankiers zwakte tonen. En in een moment van zwakte dat ondertekenen. Maar ik denk dat dus de bankiersvereniging nu eindelijk eens een keertje hun rug recht moeten houden.
Ze hebben zich veel te coulant opgesteld dat dit mogelijk is geworden. We hebben ervoor gewaarschuwd, niet één keer, maar wel twee keer. Publiekelijk gewaarschuwd, ze hebben niet geluisterd. Deze keer moeten ze wel luisteren en deze keer moeten ze hun rug terecht houden. En hoe schat u dat in? Wel, ik kan u zeggen, het moment dat dat wordt goedgekeurd, dan krijgen de bankiers echt problemen. Als de bankiers hiermee akkoord gaan, gaan ze problemen krijgen. Ik kan hier nog niet aankondigen welke problemen. Ik weet het zelf nog niet zo goed, maar ik kan u zeggen dat we het niet zullen accepteren. Niemand zal straffeloosheid nog een keer accepteren. Maar... Ja, nee, er zijn genoeg een paar jonge waaiers, mensen die hand- en spandiensten willen verlenen. Maar het is niet goed voor de economie. Het is niet goed voor het vertrouwen. Het is niet goed voor de naam van het land. Ja, ja. Ik lees ook hè, dat er 330 miljoen is van de particuliere banken. En er is inmiddels 255 geringvest, dus die is veiliggesteld. Dan maak ik zelf berekenen en zeg van, waarom met alle 330 gelijk? Ik hoorde, vanochtend hoorde ik een analyse van Boussaid. Uh-huh. Die zei, waarschijnlijk wil de bank niet helemaal droog komen te liggen. Om toch nog een klein beetje reserve vast te houden, hebben ze een deel niet geringvest, waardoor ze in geval van nood, dat ze altijd nog wat reserves hebben. Dus ik begrijp, dat moet het argument zijn, dat je toch een klein spaarpotje voor die centrale bank laat om ze niet helemaal impotent te maken. Zodat ze misschien, kijk, nu komt de COVID op ons af, misschien zijn er middelen nodig die met spoed uit het buitenland moeten komen. Dan moeten er deviezen voor zijn en dan moet de centrale bank reserves kunnen aanspreken. Ik denk dat dat gespeeld heeft. Mooi. Maar de details ken ik nog niet. Ja, ja, want ik denk van, ja, als je toch, je hebt me één keer, je hebt me wel lezen, tweede keer, vertrouw je, ik ga alles ringfansen, denk ik dan. Nee, maar er is ook zoiets als het nationaal belang. Okay. En waarschijnlijk heeft men daar een beetje zich wat soepeler opgesteld. Ondanks dat je mij ooit al om de tuin hebt geleid. Ja, maar er is een nieuwe governor, misschien dat ze daardoor wat soepeler zijn. Ja, maar is ook een nieuwe governor die ook achter bepaalde clausules staat. Ja, dus dat begrijp ik niet. Ik zou zeggen, gelijk oversteken. Als je wil dat ik je hier tegemoet moet komen, moet jij dat ding van vrijwaring moet je als de donder schrappen. Dat is wat ik bedoel. Ja, dus laat me zo zeggen, ik hoop dat bankiers ons niet beschamen en deze keer een goede deal maken. Nou, want ik denk, meneer, ik denk dat misschien u moet die bankiers gaan helpen. Want je wil geld van mij, je hebt geld van mij gestolen en je wil nog bepaalde clausules in hebben. Hoeveel water moet er in een wijn gedaan worden? Op het water bij de wijn en geen wijn bij het water, toch? Helemaal eens. Alleen, dat komt binnenkort. Oké. Okay. Laatste vraag. Dat zou je moeten weten hoor. Er is geld van mensen weggegaan, 100 miljoen van de particuliere banken. Hebt u enig idee waar het geld naartoe is? Gaan we dat geld ooit terugzien? Waar is het geld naartoe? Verkiezing, ik hoor allerlei dingen, privérekening. Ik ga nooit af op geruchten. Waar is het geld naartoe, meneer Winsner en Motarsin? Als de governor van de centrale bank daar geen antwoord op kan geven, de president er geen antwoord op geeft, de minister van Financiën niet, hoe verwacht u van de voorzitter van de VES dat hij daar wel een antwoord op heeft? Omdat de voorzitter van de VES in deze geen belangen heeft. Al die mensen die daar zitten, moeten op hun woorden letten, maar u hoeft het niet te doen. Dus ik verwacht nee, van ik u. Ik kan u zeggen, het is gebruikt om importen te financieren en valutabestedingen te doen, dus cambio's, importbedrijven. Maar waarvoor, dat weet ik dus niet. Ik weet zeker wat je kan zien elke dag. Ik weet zeker dat er een heleboel goedkope middelen, een heleboel $7.52 zijn gegaan naar Jotelal, want die verkoopt heel goedkoop je aardappelen. Dus die mensen staan in de rij. Ze zijn niet bang voor COVID. Maar kennelijk, als het gaat om aardappelen, is maar bereid COVID op te lopen. Ja. Dan geldt inderdaad die veiligheids... regels niet, even niet. Ik weet ook dat, dus los van de aardappelen en de uienimport, dat ook de dollars goedkoop beschikbaar werden gesteld door een cambio van meneer Jotelal. Dus dat zijn in ieder geval twee bestemmingen
die overduidelijk goedkope dollars moet hebben gekregen. Maar de precieze verdeling kan ik u echt niet vertellen. Nee, ik ben geen econoom, maar ik denk, als ik naar de Surinaamse economie kijk en de samenstelling van de bevolking, ik bedoel aantal, als je 100 miljoen gooit op de valutamarkt, dan gaat de koers toch omlaag? Zou toch veel lager moeten zijn dan vandaag? Ik bedoel, zoveel is het toch niet? Ja, maar het is niet zo gegaan, toch? Dus kijk, we hebben een kleine open economie. Uh-huh. Dus als er extra dollars komen op de markt, goedkoop, ja. 7,52, dan gaan we producten ermee kopen. Dan gaan we aardappelen, uien, noem maar. Dan gaan we direct buitenlandse bestedingen mee plegen. Dus het verdampt, het gaat weg. Het is niet gestopt in ergens een fabriek te openen of een nieuwe landbouwperceel schoon te maken. Het is geen productieverhoging. Het is constructief besteed. En het is weg. Ja, maar als je interveneert op de valutamarkt met 100 miljoen, dan hebben we toch allemaal goedkope dollars. Is er gelijk geen koers meer, hoge koers, no? Zoals er beweerd wordt? Of is het niet zo? Het heeft een drukkend effect gehad op de werkelijke koers, waardoor de hele tijd die koers rond 8,50 speelde, toen men die gelden voor 7,52 aanbood. Maar toen het opraakte, is die koers direct gestegen en was die direct 12 en zo. Okay. En nu is die 13 zoveel. Ja. Het einde is niet in zicht. Denk je dat het nog hoger zal oplopen, die koers? Het is nu, ik hoor nu, van terwijl ik met u praat, heb iemand uit Suriname, het is 14. Gaat het omhoog? Of zal het nog, zoals de president belooft, dat hij het onder 9 krijgt? In een binnenland, in een dorpje bij een paar mensen heeft dat gezegd. Meneer Piraas, u bent een goed gelovig hoor. Hoe vaak heeft u die president niet dat soort mooie verhalen horen vertellen? Ik mag het woord Indianenverhalen niet vertellen, maar dat zijn aan stories. Nee, maar toevallig had hij dit verteld in een Indianendorp hoor, in het binnenland van... Hij mag wel, maar ik niet. Oké. Tot besluit, man. Ik wil dat... Wat heb je tegen NDP te zeggen daarna? Zo'n felle brief. Ik hoor zoveel economen het opnemen voor u. Zondag hier was een economen die vielen over elkaar heen om via radio Standvast het op te nemen voor vers. Nederlandse economen, Surinaamse economen. En ik hoor u nu. Het laatste woord is aan u. Naar aanleiding van die brief van NDP. Oh, jammer dat ik het dan gemist heb. Ik zou graag willen horen wie het voor me opnam. Nou, ik kan. Ik heb alleen Julian Wit gehoord en dat vond ik wel aardig. Ik heb meneer Janssen gehoord, Nederlandse econoom die in Suriname gewerkt heeft in de verzekering, die was hier. Ik heb meneer Sedok gehoord, econoom in Rotterdam, die sympathiseert met VES. Nog twee die ik niet snel bij naam kan noemen op dit moment. Ik heb u niet gehoord. Dat is leuk om te horen. Ja, tuurlijk delen. Nee, wij gaan niet met NDP in discussie. Wij gaan de issues die scheef getrokken worden in die brief, gaan we wel bespreken. Daar komen we wel heel gedetailleerd op terug. Wanneer? Maar we gaan niet met... Alleen wij bepalen zelf onze timing. En dan gaat u zelf een repliek dienen? Niet van repliek dienen. We gaan het volk goed voorlichten. Ja. Dat is onze collectieve taak. Mm-hmm. We hebben economie gestudeerd. Ja. Mogen studeren. Op kosten van deze gemeenschap. En als wij dan inzichten hebben die zeggen, dit gaat compleet verkeerd. Je moet het compleet anders doen. Dan moeten we dat delen met de samenleving. En dan moeten we het ook nog gaan uitleggen. Want als die samenleving het nog niet begrijpt, dan ligt het ook een beetje aan ons. Dan moeten we het misschien toch een beetje eenvoudiger gaan brengen. Ja, maar NDP zegt, ze hebben ook 1000 economen die gestudeerd hebben op kosten van de samenleving. Ik vind het geweldig dat we zoveel economen hebben. Alleen ik merk het nergens aan. Ik merk het niet aan het beleid. Ik merk het ook niet aan de resultaten. Ja. Dus... Bovendien, ik ken ze ook niet hoor. Ik ken niet eens de schrijver van die... Of schrijvers van die brief. Ik ken maar één econoom eigenlijk. Één echte econoom bij de NDP. En dat is er komt geen devaluatie-econoom. Aha, meneer Abdul. Ja, dit is een vraag die ik nu hier krijg via de app. Is de SRD gedevalueerd? Is het al gedevalueerd? Is men gewoon bang om te zeggen van jongens, wij devalueren of we hebben gedevalueerd? Wat is de stand van zaken? Oké, dat is even theoretisch. Devaluatie is
een waardevermindering, officiële waardevermindering van de munt. Ja. Dus wanneer het officieel gedaan wordt door de centrale bank, de koers is niet meer 7,52, maar 1 op 13, dan is het devaluatie. Wanneer in de praktijk de officiële koers niet de werkelijke koers is, maar in de praktijk er meer dollars verkocht worden tegen een andere koers, laten we zeggen 1 op 13, maar de officiële koers is nog steeds 7,52, dan is er sprake van een depreciatie. Het is een waardevermindering, maar niet officieel. Oké, en ik met mijn beperkt verstand, dan constateer ik devaluatie. Ja, het is minder waard geworden. Dus ja. die term devaluatie vereist officieel. Maar de facto is het in waarde gedaald. Maar, dus gedevalueerd. Verwacht u, meneer promotatie, verwacht u nog officiële berichten van deze regering, of althans deze centrale bank? Ik verwacht het niet alleen. We eisen... van deze governor van het nieuwe monetaire beleid, dat er een unificatie komt van die verschillende wisselkoersen. Dat zou de facto betekenen een devaluatie van de officiële koers. Mm-hmm. Het gaat niet op 7,52 blijven, maar het zal zeker ver onder de 13 vallen. Een evenwichtskoers waar vraag en aanbod aan deviezen met elkaar in evenwicht komen. Dat noemen we unificatiekoers. Een koers dat er waarschijnlijk in het midden ergens zal liggen, tussen 7,5 en 13, die op basis waarvan we verder kunnen plannen en verder die economie weer kunnen laten draaien, want alles zit vast nu. Ja, want hier roepen wij van het is lang gedevalueerd. Alleen is al lang overleden, alleen is hij bang of te lui om te vallen. Ja. Nou, de mensen die nu dollars nodig hebben voor wat dan ook, die zijn aangewezen op 1 op 13. Dus voor hun is het 7,42 bestaat niet meer. Dat bedoel ik. Ik koop tickets in Suriname voor familie die op vakantie willen komen. En ja, Surinaams geld, dat is toch helemaal gedevalueerd nu? Vooral de laatste 2 maanden. Ik wil me ook aanbevolen hoor, voor die behandeling, zoals u uw familie behandelt. nee joh, dat gebeurt 1 keer per jaar dat ik mijn lieve moeder laat overkomen en dan kan je niet in Suriname SRD betalen toch? En ik zeg, dus, nee, het was ook een grapje hoor. Ja, nee, ik weet dat u zwemt erin, dus u zal het niet nodig hebben. ik ga u bedanken, maar meneer Ramotasi, voordat ik afbel. Er is geen devaluatie dus. Is niet gedevalueerd? Formeel niet. In de praktijk is de waarde van onze munt wel gedevalueerd. In waarde afgenomen. Dat betekent devaluatie. Ja, maar devaluatie is minder valuatie, dus in waarde afgenomen. Ja, maar dat is toch wat nu gaande is? Dat is de praktijk, ja. Alleen de governor weigert er nog aan te geloven. Ja, maar hoe wil u dit geloven van een governor die geen weekstaten publiceert, van een centrale bank. Verwacht u nog officiële berichten dan? Bent u niet naïef dan? Sorry hoor. Wij kijken altijd positief vooruit. Okay. We gaan het gewoon moeten eisen. We eisen goed bestuur. De mensen die daar zitten daar namens ons. Ze worden door ons goed betaald. Dus ze moeten ook hun werk goed doen. Oké. Ik dank u voor uw tijd. Winston Ramotasi, voorzitter van de Vereniging Economisten Suriname. Dank u. Goeiedag. Er is Ramotasi, de voorzitter van de FEST. En ja, we hebben het over alles gehad. En abonneer op ons YouTube-kanaal. En dan kan. Standvast Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvast Radio.